landschapspark Park Lingenzegen biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. Park Lingenzegen wordt 1700 hectare groot en bestaat uit 5 deelgebieden met elk hun eigen thema. De park, het waterrijk, het landbouwland, de buitens en de woerd. Welkom bij Park Lingenzegen, park in uitvoering. Leerlingen van het Wester Aam College in Elst hebben in maart een graffiti-muur beschilderd, onder leiding van graffiti-kunstenaar Jeroen Pronk. 4 jaar geleden schreven boerderij Lingenzegen, natuur- en milieueducatie over Betuwe, de NME, en parkorganisatie Lingenzegen een prijsvraag uit voor de schooljeugd van het Wester Aam. De vraag was hoe jongeren bij het nieuwe landschapspark betrokken konden worden. Enkele scholieren bedachten daarop het idee voor een graffiti-muur. Hoe is het om mee te werken aan een graffiti-muur voor Park Lingenzegen? Ja, hartstikke leuk. Elke manier om graffiti beter in de wereld te krijgen is een mooi meegenomen project. Kinderen worden hier op een verantwoordelijke manier in aanraking, komen in aanraking met graffiti. Verantwoord, ze zijn hier zo legaal bezig en komen er waarschijnlijk ook achter dat het wat moeilijker is dan dat er altijd gedacht wordt. Want het is niet zomaar wat verf op de muur gooien. Vind je het ook lastig om te doen? Valt wel mee hoor, het is wel even leren. Ja, ik heb nog nooit met graffiti getekend, dus dat vind ik heel leuk om te doen. Dat is echt voor het eerst? Ja, dat is voor het eerst, ja. En netjes binnen de lijnen blijven? Ja, dat is wel heel moeilijk om te doen, maar ja, ik probeer het wel. Het lijkt makkelijker dan het is? Ja, het lijkt wel heel makkelijk, ik dacht, maar het is niet makkelijk. Je was voordat de kinderen kwamen al bezig met een voorontwerp. Wat moet er komen te staan? Uiteindelijk is het de bedoeling om Park Lingenzegen erop te zetten. Lingenzegen wordt helemaal ingekleurd met allemaal verschillende kleuren blauw. Park zetten we er als een soort tag, dus een snelle graffiti handtekening zetten we erboven. Om het graffiti nog meer terug te laten komen. Ja, en er zou ook qua kleur ook nog gespeeld worden met oog op de politiek? Ja, we hebben inderdaad allemaal verschillende politieke stromingkleuren gebruikt. De rood van de linkspartijen, we hebben blauw gebruikt, we hebben groen, grijs voor de niet-kiezers en geel-oranje voor het laatste segment. Dit is het soort graffiti dat u wel kan waarderen? Ja, ik vind het eigenlijk kunstzinnig. Het hoort bij de jeugd van tegenwoordig. Dat moet natuurlijk niet op bussen, treinen en op allerlei muren in de gewone leefomgeving. Maar wel op daartoe aangewezen plekken. Ik heb eerder al in de Dorpstraat zo'n muur laten neerzetten. Nou, dat is erg succesvol. Mensen waarderen dat ook. De ene verbeelding is mooier dan de andere. Dat is natuurlijk wel zo. Maar omdat het tijdelijk is, accepteert men ook de beelden die wat minder zijn. Maar meestal zijn het hele mooie verbeeldingen. En ik vind het kunstzinnig. En het hoort bij de jeugd. Na goed overleg met omwonenden krijgt de graffiti-muur later een plek in Park Lingenzegen. En over een paar weken kijken hoe die erbij staat in het park? En het kan zijn dat er dan wat anders op staat. Maar dat is ook de bedoeling van een legale graffiti-muur. Die moet gebruikt worden. Ja, klaar. Ja, dan. Ja, nee. Voor het Waterrijk, het deelgebied in Park Lingenzegen ten oosten van Elst, staan de komende jaren allerlei werkzaamheden op stapel. Zo doen Radboud Universiteit Nijmegen, Alterra Wageningen UR en partners onderzoek naar de zuiverende werking van riet- en waterplanten. Zowel de parkorganisatie van Park Lingenzegen als ook de aannemer, AL van de Wetering Cultuurtechniek, waren aanwezig op een infoavond om vragen te beantwoorden. Waar is het deelgebied Waterrijk gesitueerd? Deelgebied Waterrijk ligt vlak onder Arnhem, aan weerszijde van de A325. Dus als je Arnhem uitrijdt, dan zie je het al heel snel liggen. Het ligt het westelijk deel onder de Rijkswoerdse Plas. En het oostelijk deel ligt net aan de andere kant van de A325. Deelgebied Waterrijk is een gebied wat deels wordt omgevormd tot bos. Een deel blijft grasland, wordt bloemrijk grasland. En een deel wordt moerasgebied. En dat is ongeveer een derde, een derde, een derde. Dus het noordelijk deel tegen de Rijkswoerdstraat en wordt bos. En een stukje tegen de A325 aan. En met name het zuidelijk deel tegen de Lingen aan, dat wordt moerasgebied.
Wij gaan dit werk in uitvoering brengen. Dus eigenlijk voornamelijk is het een groot gedeelte grondwerk wat er uitgevoerd gaat worden. Dus we praten over meer dan 1 miljoen kuub wat er uit het gebied wordt ontgraven en wat wordt afgevoerd. We hebben verschillende tekeningen hier aan de muur hangen om mensen duidelijk te maken wat er in het gebied gaat gebeuren. Maar het grootste bestanddeel is echt het grondwerk wat we gaan uitvoeren. Hoe is de taakverdeling tussen de betrokken onderzoekspartijen? Dat interpreteer ik een beetje als opdrachtgever en opdrachtnemer waar we dan nou in zitten. Eigenlijk komt het op neer dat het toch een stuk een project is wat een ander uitgangspunt heeft. Het is niet een aanbesteding zoals het vroeger was, maar echt meer vanuit het idee opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen aan een project. Om dat ten uitvoer te brengen en een mooi resultaat neer te zetten. Dus we hebben ook werken samen met de opdrachtgever om het uiteindelijke ontwerp in kaart te brengen. En dan op die manier samen tot een mooi project te komen. Nou, de voorbereidende werkzaamheden van met name betrekking op objecten die moeten worden verwijderd. Bijvoorbeeld bomen die moeten worden gekapt. Er zitten nog wat oude panden in die moeten worden gesloopt. Er is nog wel hier en daar wat verontreiniging die moet worden weggehaald. Dus eigenlijk voorbereidende werkzaamheden zodat wij het grondwerk kunnen uitvoeren zonder haperingen. En dat gaat, dat gaat de komende maanden gaat het al van start. En dan de grond die wordt afgevoerd gaat voornamelijk naar dijkenprojecten toe. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Dus eigenlijk heel moeilijk om dat ruim van tevoren te plannen. Maar wij willen eigenlijk gewoon klaar zijn zodra er een groot project is in de nabijheid waar klei naartoe moet. Dat we gelijk de klei kunnen afvoeren. En dat kunnen we vanaf eind april kunnen we dat in orde brengen. We zijn nog wel bezig ook met gaan starten met transportroute aan te leggen in het oostelijke deel. En dan kunnen we daar eigenlijk van start. Boven Betuwe heeft op 14 maart de boomfeestdag nog eens dunnetjes over gedaan. In Elst planten 100 leerlingen van basisschool De Elstar uit Elst staken van populieren bij het spoorbos. Wethouders Frank van Rooyen en Ruud Mooi zagen namens de gemeente goedkeurend toe op de plantwerkzaamheden. Goed om als gemeente ook nog apart aandacht te besteden aan de boomfeestdag na afgelopen woensdag. Ja, natuurlijk. En zeker hier in Park Lingenzegen. We moeten hier heel veel bos realiseren. En het is heel leuk om de jeugd daarbij te betrekken. Nou, dat doen we op deze manier. Het mes snijdt aan 2 kanten. De jeugd komt in het park en het park krijgt de bomen geplant. Hoeveel wordt er nog in Over Betuwe nu bijgeplant? We maken in totaal 500 hectare bos. Dat zijn een kleine 1000 voetbalvelden. Dan heb je een beetje idee hoeveel bos er in Over Betuwe bij komt. Deze locatie kon nog wel wat groen gebruiken? Ik had net aan de kinderen ook verteld dat we hier populieren hadden staan. Die zijn omdat ze na 40, 50 jaar zijn ze kaprijp, ze noemen we dat dan. Dan zijn ze op leeftijd, takken braken eruit. En vervolgens gaan we hier weer wel met populier weer een nieuwe laan weer terugbrengen. Ja. Wat vind je van deze boomplanten? Ja, wel leuk en ook goed voor de bomen en voor de lucht ook. Ja. Vind je het moeilijk? Het valt wel mee. Je moet eerst de korreltjes, dan het water en dan de klei. Dus niet zo moeilijk. Vinden jullie het leuk om te doen dit? Ja, heel erg leuk. Ja. Vinden jullie het moeilijk? Nou, valt wel mee. Het is wel leuk om met z'n allen samen te werken en zo. Ja. Besteden jullie veel aandacht aan natuur op school? Ja, natuurlijk alle onderwerpen op school komen heel erg aan bod. En we hebben bij ons op school een heel groot park eromheen. Daar zijn ze heel erg intensief mee bezig geweest. Dus ja, natuur komt geregeld aan bod. Ja, absoluut. Vind je ook dat er meer natuur nodig is, meer groen hier nodig is? Ja, daar ben ik alleen maar voor. En helemaal als het zonnetje lekker schijnt, dan zie je hoe mooi het eigenlijk is. En als je nu kijkt, de kinderen die genieten er heel erg van. Ondanks dat ze net de vraag hadden van wat is er nou zo leuk aan, maar toch genieten ze. Ja. Het oorlogsmonument De Vleugel, die is op 14 maart onthuld in Park Lingenzegen, nabij de Irish Guardsbrug in Elst. Het monument is een initiatief van het Exodus Comité en verbeeldt een stalen vliegtuigvleugel die boven de omgewoelde aarde uitsteekt en staat voor de mensen die door de oorlog vleugellam zijn geslagen. Om de vleugel te onthullen. Zijn jullie er klaar voor? Voor de
onthullingsbijeenkomst waren verscheidene sprekers uitgenodigd. Onder wie Gelders gedeputeerde Annemieke Traag, voorzitter van de EU-regio Rijn-Waal, Ulrich Franke en directeur van het Nationaal Fonds voor de Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, Ton Heerts. Wat betekent het monument voor het Veefonds? Ja, ik denk dat het voor ons heel veel betekent. Als Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg zien we hier een particulier initiatief ontstaan. Door het Exodus-comité gedragen, door leerlingen vandaag onthuld. En dat betekent dat die boodschap van vrede en vrijheid ook vandaag hier weer, op deze vrijdag, weer actueel is. En dat het, dat het met zoveel mensen zoveel belangstelling trekt. En die vleugel hier langs die snelweg, ik denk dat duizenden mobilisten zullen denken, wat staat hier? En als je dan s'avonds op je website gaat googelen wat hier echt gebeurd is, dan denk ik, oh ja, vrijheid, vrede, mooi, daar hou ik van. Hoe vindt u de metafoor met een vleugel? Ja, ik denk dat dat heel veel symboliseert. Je kunt op de vleugel van vrede en vrijheid verder. De duiven symboliseerden die hier omhoog vlogen, dat was ook een duidelijke boodschap. En het is de vleugel natuurlijk van de vliegtuigen die hier heel veel, de piloten die heel veel mensen hebben zien vluchten, maar ook piloten die hier regelmatig met vele bommen overheen vlogen om anderen geweld aan te doen. Dus dat zit eigenlijk allemaal in de vleugel. Dit was een roerige plek aan het eind van de Tweede Wereldoorlog? Ja, dit was een erg roerige plek. Dit was namelijk de plek waar het offensief van de geallieerden eigenlijk echt vastliep. En hier, langs de Linge, is de frontlijn ontstaan. De oorlogshistorie maakt zo deel uit van Park Lingenzegen? Ja, gelukkig wel. 3 jaar geleden was het een park wat zich vooral liet leiden door natuur en door kunst. En natuur. En wij hebben daar met hun goedkeuring het element van de historie aan toegevoegd. En dat is met volle teugen omarmd. Het is prachtig geworden. Het monument staat niet alleen voor de betrokkenen bij de Tweede Wereldoorlog? Nee, het monument is een schakel. Het monument is een schakel naar al diegenen die nu nog in oorlogshandelingen verzeild zijn geraakt en die daarvoor op de vlucht zijn. En het is ook een ode aan de veteranen. Heel veel veteranen zijn op vredesmissie geweest, maar het woord vredesmissie is een beetje een zijspoor. De hoofdlijn is dat ze in oorlogsgebied hebben gezeten en dat we die jongens en die meiden weer volwaardig opnemen met al de problemen die ze met zich meebrengen. Waar gemeenten als Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe al op 12 maart uitgebreid boomfeestdag vierden, was het een week later de beurt aan Lingewaard. Door problemen met de bestelling kon het groen niet op tijd worden aangeleverd en moest de boomfeestdag in Lingewaard een weekje wachten. Op verschillende locaties in de gemeente planten schoolkinderen verschillende struiken en boompjes. Zoals aan de Vlierendse straat in Gent, waar ook de wethouders Dolmans, Telder en Van Eten aanwezig waren om de basisschoolkinderen te helpen met het planten van de boompjes. Vandaag ook weer boomplantdag in Lingewaard. Is er een bepaald thema? Kiezen voor Lingewaard, want vandaag zijn de verkiezingen voor de gemeente, zoals je weet. En eigenlijk zou de boomplantdag vorige week geweest zijn, maar in verband met de verkiezingen, ja, en het een en ander is misgelopen. Is dit toch samen komen te vallen met het kiezen van de gemeenteverkiezingen? Hoeveel basisscholen uit de gemeente Lingewaard doen er eigenlijk mee vandaag? Er zouden 12 scholen meedoen, maar in verband met het rooster, omdat we een week hebben uit moeten stellen, zijn dat er 5 geworden. Dus toch nog behoorlijk wat scholen die vandaag hier aan meedoen, waar we ontzettend blij mee zijn. Ja, natuurlijk het belangrijkste, het planten van het groen. Wat gaan de kinderen vandaag planten? Die gaan struikjes planten in alle verscheidenheid, om het zo maar te zeggen. Het zijn struikjes van hondsroos, Gelderse roos tot hazelaar en
Ja, ik heb hier een lijstje bij me, maar goed, er zijn er heel veel. Dus het wordt echt een mooie gemengde haag hier in het landschap waar we nu staan. En in welke zin is dat ook aantrekkelijk voor andere natuur? Flora, fauna? Ja, het is natuurlijk aantrekkelijk voor de vogels. En vroeger plantte men een gemengde haag, met name de meidoorn. Meidoorn wordt er ook ontzettend veel geplant vandaag. Voor afrasteringen van de weide, om het vee binnen de weide te houden, zal ik maar zeggen. Dus het is iets van oudsher, wat eigenlijk hier in ere ook een beetje hersteld wordt. Hoe gaat het? Goed. Is dit je eerste boomplantdag? Nee, ik heb het vorig jaar ook al gedaan. Gelukkig is het wat minder koud dan vorig jaar, hè? Ja, vorig jaar was het heel koud. Is dit nou je eerste boomplantdag of heb je al vaker meegedaan? Vaker. Vorig jaar ook? Ja, net jaar ervoor. Het is wel wat beter weer nu, hè? Ja, vorig jaar was het koud. Dit was Park Lingenzegen, Park in uitvoering. Tot de volgende keer.